leuk dat jullie kijken. Het is vandaag voor jullie kerst, dus ik zeg bij deze fijne kerst. Dan is het achter ook geluidjes te maken. Wel jullie een hele fijne kerst. Voor mij is het pas dinsdag, dus voor mij is het nog geen kerst, maar goed. Ik weet dat jullie dit op kerstdag kijken. Ik ga ontbijten. Lana heb ik al eten gegeven, want die kon echt niet wachten. Dus die was de hele tijd ongeduldig. Dus ik heb haar eten gegeven en ik ga nu zelf eten. Dus ik heb natuurlijk mijn standaard crusty. Ja, die vind ik gewoon zo lekker. Mijn yoghurt en banaan en kaneel. Nou, wat ik nu aan het doen ben is wel heel leuk om te laten zien. Het is namelijk een stukje behind the scenes. Ik ga namelijk een... Ja. Ik ga namelijk een Surinaamse eiersalade maken. Voor een receptje voor op de site. En ik heb nu alles neergezet dat ik nodig heb. Ik heb net de ingrediënten in beeld gebracht. Dus nu ga ik het recept maken. Lana zit bij mijn stoeltje. Die helpt me mee. En ik ga het maken. Ik ben benieuwd. En ik ga het namelijk maken voor hele lekkere toastjes die ik ontvangen heb. Dus dit recept zien jullie volgens mij vrijdag of zaterdag online. Dus morgen of overmorgen. Dus dat is wel spannend als je dit nu kijkt. Maar het is in ieder geval een heel lekker recept voor bij een borrel of dat soort dingetjes. Dus erg lekker. Een beetje olie in de pan. En dan ga ik de uitjes die ik gesneden heb, ga ik fruiten. Het is 10 uur 's ochtends en ik zit hier al aan de toastjes. Nee, ik heb een heel lekkere eiersalade gemaakt. Een Surinaamse die het recept komt snel online en hij is zo lekker. Ik heb al geproefd. Oh, hij is zo lekker. Heerlijk op een toastje. Nu deze rotzooi weer opruimen. Nu ga ik even met Lana spelen. Even haar bezighouden. Even met haar aan de slag. Lana heeft een blokje meegenomen. Kom eens kijken. Kom hier kijken. Ja. Zo mooi, hè? Dan kan ik gelijk jouw outfitje laten zien. Je hebt een heel leuk broekje aan. Een ribbroekje van de H&M. En een t-shirtje. Die is van Lief. Die zien we nou even niet. Ja. En een vestje van de H&M ook. En de sokjes heb ik bij Primark. Lekker relaxed outfitjes. Ja. Koffietijd. Tweede kopje van de dag. Double espresso. En ondertussen is Lana een beetje aan het rondlopen en spelen. Nou, ik kon Lana niet meer wakker houden. Het is nu 11:30, maar die was echt heel erg moe. Ik zit even achter de computer om het receptje alvast uit te werken. En ik heb een snackje. Dit is zo'n Eat Natural Little Bar. Dus die ga ik nou lekker opeten. Met almond en paprika. Net appte er een vriendin dat ze of ik tijd heb om even samen te lunchen. Dus ze komt langs. Ik heb natuurlijk die Surinaamse eiersalade, dus dan kan ze die gelijk proeven. Ik ga alvast naar beneden toe. En even voorbereiden. Zo, tafel is gedekt. Zo, nou Vera is hier. Hoi. Hoi. Die gaat mijn eiersalade proeven. En het receptje komt voor jullie morgen of overmorgen online. Dus Vera gaat wel vertellen of het succes is, denk ik. Oh, mijn eer. Van? Hij is goed gekeurd, lekker. Ah, gelukkig. Nou, ik zit weer in de auto. Ik ga zo naar een vriendin toe met Lana. Ik zit nu in mijn eigen auto en die moet ik eerst even tanken. Die is nu leeg, dus was die bij Yannick. Yannick is nou met zijn eigen auto. En ik heb een lege tank, dus ik ga hem even vol tanken. Inmiddels ben ik aangekomen bij een vriendin. Lana die is al met blokjes aan het spelen. Een woesel en pip. En ik heb van haar een heel leuk telefoonhoesje gekregen. Ze heeft ook een iPhone 5C. En nu lijkt het echt een hele andere telefoon. Ik vind het super leuk. Haar kindje ligt op bed. Hoi. Hoi. Moet een blokje spelen. Lana, zullen we er nog eentje maken? Kijk eens. Wat een mooie toren. Kijk eens hier. Ik ben weer terug en ik ben aan het koken. Nou ja, koken. We hadden nog thuis eten over van zondag. En dan ben ik aan het opwarmen. Dus ik ben de rijst aan het bakken in de pan. En dan heb ik nog groentes en dat soort dingetjes. Dus dat ga ik erin doen. En Lana zit in de stoel. Ja, maar hier, Yannick, die komt ook thuis. Ja, ik ben net terug. Kan je nou lachen? Dit is klaar. Ja, kliekjes, lekker.
Jam, jam, jam. Nou, ik heb me net omgekleed en ik ga eigenlijk naar de sportschool. Alweer, denk je misschien. In principe ga ik maar 3 keer per week. Alleen, vorige week ben ik maar 1 of 2 keer geweest. En deze week is het natuurlijk met kerst en zo. Dus daarom zijn er 3 dagen achter elkaar. Ik ga daar steps doen. En eigenlijk doe ik nooit steps. Maar het is nu een kerstworkout. Dat vind ik natuurlijk wel leuk. Ik hou erg van kerstmuziek. Dus dan ga ik daar wel naartoe. Verder, ja, opgeruimd. Alvast, nou ja, al die dingen zijn gedaan. Gewoon zoals het iedere avond hoort. En ik neem een chocolaatje. Dit is een Merci Café en Crème. Want daar heb ik zin in. Oh, en ik zie dat Janiek terugkomt. Die heeft even boodschap gedaan. Janiek is terug van boodschappen doen. Die heeft wat kerstboodschappen gehaald. Yay! En natuurlijk, als een man boodschappen doet, haalt dit iets te veel. Ha. Nee, ik heb gewoon lekker voor de serf, fruit, ijs. Voor de pizza. We hebben nog wat dingen voor de pizza. Ik in de vriezer. En voorrecht. Van granalen zijn duur, zeg. Ja. Oei, oei. Dit is genoeg voor ons. Mm-hmm. En voor jullie? Ja, we zijn er morgen ook bij, hè. Oh ja. De, als ze dit nu kijken, dan is het al kerst voor hun. Eerste kerstdag is dit voor hun. Nou, fijne kerst voor iedereen. Wens ik iedereen mee. Hello, baby kids. Ja. Yeah. Nou, doe maar een mini-shoplog. Zo'n mini-shoplog. Dit begint met voorrecht, hè. En nou. En wat sla. Als ik het kan vinden. En daarbij komt de whisky saus. Je bent naar de Albert Heijn geweest? Ja. Oh, een slagroom hadden we nog, hè? Had ik geappt. Ja. Oké. Okay. Dat doet toch 1 bus per persoon? Nee. Oh, daar had ik wel op gekregen. En dan gaan we over naar het hoofdgerecht. Ja, we hadden boodschappen dan bij de Albert Heijn, zoals je ziet. Doen we dus pizza, ingrediënten, champignons. Ja, oh, pas op, Milana. Kijk, dan doen we wat kaas, mozzarella eroverheen. En we doen er wat ham met salami. Oh, ze kunnen trouwens ook voor het voorrecht. Pizza deeg, maar ik weet niet of dat het juist is. Ja, dat is de goeie. Ja, ja, maar er zit al ja, saus bij. Oké. Okay. En dan hebben we daarbij nog stukjes ananas. Die zijn niet alleen voor de pizza, maar ook voor bij het fruitcocktail met ijs. Lekker. En daarbij komt vanille roomijs van Albert Heijn. Mm. Appels, kiwi, druif, en aardbei. We hebben nog banaan, we hebben nog sinaasappelsap die we doorheen kunnen doen. Slag. Helemaal top. Ja, morgen dan is het de kerstavond voor ons, voor jullie niet. Maar en we gaan lekker 3 gangen dinertje maken voor ons. We gaan gewoon lekker met ons gezinnetje kerstavond vieren. Want de eerste kerst doen we bij mijn ouders. We gaan naar de Efteling dan en zo. En tweede kerst ook bij zijn ouders. Dus dan hebben we ook met als gezinnetje gewoon een kerst. Jullie gaan het allemaal meemaken. Dit was dus een mini shoplog, mini boodschappen shoplog. Van de kerstspulletjes. Zo, ik ben net terug van sporten. Of ja, ik rij nu terug van sport. Ik heb steps gedaan. Het was een kerstversie. Dus ja, kerstmuziek en zo. Dus dat was wel echt leuk. Dus ik ben echt helemaal op, want het was echt pittig. En net nog even tegenhonken daar. En nu naar huis. Thuis douchen en rustig aan en naar bed. Dus ja. En ik had gisteren voor mij de december kalender cadeau gehad. Dus die gaan we nou openkrassen. En ik heb er zelf ook eentje. Nou, inmiddels heb ik al gedoucht en mijn haar gewassen, make-up eraf. En zit ik in mijn leuke rode pyjama. En ga ik mijn december kalender openkrassen tot vandaag. Dus ik ben heel benieuwd. Zo, nou, ik heb nu tot en met vakje 23 opengemaakt. En het gaat best goed, want... Nog maar 1 wand voor €200. Ja, en 1 kerstman voor een nieuw gratis slot. Maar ja, schiet ik niks meer op. Dus we gaan goed. We gaan goed. We gaan goed. Wie weet dat ik aan het eind van de vlogweek €200 gewonnen heb. Van de vlogweek. Van het vlogje jaar uit. Dat is wel chill. Hoe gaat het bij jou? Kan beter. Ik heb iets gewonnen. Gaat wel langs. Nee. Ik heb nog 1 kerstman nodig om... Nog 1 kerstman. En ondertussen heb ik ook een wijntje erbij, daar had ik zin in. Ja, wie weet wint hij wel de 100.000. Nee. Maar dan had je eigenlijk al meer sterren moeten hebben, denk ik.
Maar goed, ik ga de vlog afsluiten voor vandaag. Nog even lekker chillen vanavond. En dan slapen. Voor ons is het morgen kerstavond. Voor jullie morgen tweede kerstdag. En ik wens jullie een hele fijne kerstdag. En tot de volgende vlog. Tot morgen. Morgen vieren jullie dus met ons mee kerstavond. 3 gangen diner gaan we koken. Dus kijk morgen zeker weer. Doei! Lekker klaar.